En dat is ook echt heel erg handig. Serieus? Maar deze... Dames en heren, hartelijk welkom bij deze gloednieuwe aflevering op mijn kanaal. En ik heb vandaag een heel leuk cadeautje binnengekregen van Big Ben. Hoppakee. En het zijn dus allemaal Nintendo Switch accessoires. Want jullie weten dat ik sinds ongeveer een klein maandje een Nintendo Switch heb gekocht. En daar horen natuurlijk ook gewoon leuke accessoires bij, logisch. Dus eigenlijk gewoon een verrassingspakketje. En ik ben benieuwd wat er allemaal in zit. En oké, ik heb hem al opengemaakt, maar nog niet alles gezien wat erin zit. Dus ik weet alleen het bovenste product. Goed. Nou, het is een stuk papier. Nee, even alle gekheid op een stokje. Ik begin hier. Ja, er zitten zoveel dingen in. Ik begin maar met deze. Dit is een charging station voor 4 Joy-Cons. Oftewel, die Joy-Cons, ik zal ze even erbij pakken. Dat zijn deze apparaatjes. Als je deze los wil kopen, zijn ze €75. Maar als je natuurlijk een Nintendo Switch koopt, dan zitten ze automatisch erbij. Een blauwe en een rode, of je hebt het grijze model. En dan is dit een opladen. Dus normaal laad je deze dingen op aan je Switch. Maar als je ze gewoon extern wil opladen, dan kan je deze aansluiten. En dan kan je ze er gewoon aan vastmaken. En dan kan je dus 4 van zulke joystickjes kan je hier maximaal op plaatsen. Echt ideaal. En je ziet ook op de afbeelding hoe dat er dan ongeveer uitziet. Dus altijd handig om mee te nemen. Dus je kan dit opladen voor 4 van die Joy-Cons tegelijk. Het volgende product is toch wel iets heel vets. En ik heb er al een keer een soort van review van gemaakt. 3 video's. Het is een game... Rollercoaster Tycoon voor de Switch, de Adventures. Ik heb natuurlijk alleen nog maar op de PC gespeeld. Nog niet officieel op de Switch, dus nu mag ik het zelf gaan ervaren. De game was niet op een top. Ik vond, een paar dingen waren gewoon heel leuk. Maar een andere paar dingen vond ik ook weer wat minder. Nou weet ik niet of het op de Switch anders is dan op de PC. Er waren vooral met het vertalen naar Nederlands waren er een aantal dingetjes dat ik dacht van... Maar dat ging niet helemaal goed, geloof ik, tijdens het vertalen. Ik geloof dat een glijbaan een Enterprise heet en dat soort dingen. Dat klopt allemaal niet. Maar ik hoop gewoon dat deze gewoon niet Nederlands is. Ik zie wel Nederlands ondertiteld hier zo. Maar misschien is die beter ondertiteld op de Switch dan op de PC. Dus in ieder geval, deze game. Super dankjewel, Big Ben. Oh, dit is fantastisch. Dit is geweldig. Het is een hoesje om je Switch mee te nemen. Want het kan natuurlijk zo zijn dat hij beschadigd kan worden als je hem gewoon maar zomaar in je rugzak gooit. Maar dit is vet en ik geloof dat deze ook nog wel speciaal is, deze editie. Want je hebt dus verschillende doosjes. Maar deze is nog specialer, want... Oh, dat zit allemaal goed vast, hè. Dat zit... Want op deze staat de game Mario Odyssey. Ja, ik moet zeggen dat die game best wel heel verslavend is. Ik heb er ongeveer al 10 uurtjes aan besteed. En ook gewoon, kijk, dat hoedje. Dat hoedje staat ook op de rits. Ik zal hem even openen, want... Oh, wacht, die zit goed vergrendeld. Ik moet even iets hebben. Het schaar ligt weer ergens waar ik niet weet waar die is. Yes, gevonden. Heel voorzichtig gaan knippen, want anders knip je dadelijk in dat mooie hoedje. Hoppakee. Ik ga hem openen. En dan... Wow, dit is luxe. Die kunnen we eruit halen. Dat is gewoon een beetje voor opvulling natuurlijk. Deze gaat er ook uit. En ik denk... Oké, er zit ook een doekje bij. Ik denk dat je... Dit is dan een soort van de Switch. De vorm. En hier doe je hem dan in. Oh, dit is echt heel luxe gedaan. Hier zit klittenband. Dan kan je dit openen. Oh, serieus? Oh, er zitten nog 2 van die bakjes in waar je je kaartjes in kan doen. Dus dan hoef je niet al die spelletjes... Ja, die kan je dan meenemen, maar je hoeft niet al die hoesjes mee te nemen. Je kan dan hier gewoon je spelletjes in doen. Hier hebben we nog een extra tasje. Ik weet niet wat er in dat tasje zit. Hij voelt wel een beetje dik aan, maar het is een soort beschermhoesje. Ik denk dat hier wel kabels in kunnen... Het is gewoon echt ideaal om dit mee te nemen als je onderweg bent aan het reizen. Dat zorgt ervoor dat je Nintendo Switch in ieder geval niet wordt beschadigd. En volgens mij zag ik nog wat zitten. En dat is ook echt heel erg handig. Namelijk Force Glass. Dat is dus een protectie, een beschermhoesje, een laagje voor je Switch. Ik zal hem gelijk even uitpakken. Het zit echt met een boekje erbij. Het zit allemaal hartstikke netjes in elkaar. Prachtig. Ik weet niet wat hierin zit. Oh, er zitten allemaal spulletjes bij. Echt, het staat allemaal in stappen uitgelegd hoe je dus dit glas erop kan doen. Maar dit is heel makkelijk. Ik wil Big Ben ontzettend bedanken
voor het opsturen van deze producten. Fantastisch. Ik kan hier echt heel veel mee doen. Want ja, het zorgt ervoor dat mijn Switch gewoon meer compleet wordt. Maar natuurlijk doen we ook even een leuke giveaway. Ik heb namelijk een tweede hoesje. En daar staat dan geen Mario op. Maar het is wel een Nintendo Switch hoesje. Je kan hier ook gewoon allemaal spulletjes in doen. Je hebt ook allemaal vakjes. Je kan je spelletjes kwijt ook. Dus kijk, hier zitten allemaal extra gleufjes waar je dan je kaartjes in kan doen. De vraag luidt: wat is jouw favoriete Nintendo Switch spelletje? Dus van al je spelletjes die je hebt, wat is jouw favoriete? Laat het antwoord achter op mijn website davinstam.nl/winacties. En wie weet maak jij wel kans op deze case, deze hard case, waarin je je Nintendo Switch op een makkelijke en veilige manier kunt meenemen onderweg. Dit was de video voor vandaag. Laat even een duimpje achter. En de volgende keer gaan we zeker weer een keer een streampje doen. En waarschijnlijk eventueel ook met Rollercoaster Tycoon Adventures. En nou, dat gaat dan sowieso lekker game op de Switch. Ik ga gelijk dat beschermlaagje even aanbrengen. Want ik ben altijd zo voorzichtig dat er iets beschadigt. En ja, je weet nooit hoe dat gaat. En als er een kras in komt, is dat gewoon doodzonde. Dus sowieso bescherming moet je hebben. Zowel voor je telefoon als natuurlijk ook gewoon de Nintendo Switch. Doeg!